Er zijn vaak kunstenaars die toch even schrikken als ze hier in het museum komen en geacht worden hier een tentoonstelling te krijgen. Dat ze toch een beetje bang zijn dat ze de concurrentie aan moeten met de kleuren van de muren. En het zijn behoorlijk verzadigde kleuren. Fotografie neemt een belangrijke plek in ons beleid, maar geen documentaire fotografie. Het zijn kunstenaars die het medium zeg maar, op een artistieke manier naar hun hand zetten. Wat wel leuk bij dit werk is dat ik dat jongetje gefotografeerd heb, oorspronkelijk met de bedoeling om hier een klein beestje in zijn hand te stoppen. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan, omdat ik op een bepaald moment, dat is zo creatief aan Photoshop, dit blad in heb geplaatst. Ik kan me herinneren dat het mijn bedoeling was om het dus hierachter te monteren. Maar als je zoiets importeert in Photoshop, dan komt het dus hier in het midden te staan. En toen heb ik het naar boven toe geschoven, omdat ik het vervolgens dus hierachter wilde gaan plaatsen. En toen het dus daarboven stond, zag ik opeens dat het perspectief helemaal precies klopte. En toen zag ik ook gelijk van ja, dit is eigenlijk een soort aureool. Dus het wordt opeens een soort, het krijgt iets sacraals of zoiets. En dat zijn zo van die dingen die je dus bij Photoshop hebt. Toeval speelt een enorme grote rol. Dit zijn de dingen die ik heb gemaakt in 1995 ongeveer. Waar ik mee ben begonnen op mijn eerste Power Mac. Heel klein computertje nog, wat ook maar heel weinig grote bestanden aankon. Dus dat is eigenlijk ook de reden dat deze dingen zo klein zijn. Maar dit is het begin geweest. Toen ik voor het eerst afbeeldingen zag van de serie World, dacht ik, dit is iets tussen schilderkunst en fotografie in. Dus in eerste instantie vergeleek ik het nergens mee. Het was zo anders dan ik gewend was. Toen de olieverf schilderkunst uitgevonden werd en men binnen een paar jaar fabelachtige techniek ontwikkelde om met heel veel oog voor detail en prachtige kleuren beelden te scheppen die voordien nooit in het platte vlak te zien waren geweest. Dat doet hij, vind ik, op een vergelijkbare manier waarop hij met Photoshop en fotografie omgaat. Hij versmelt als het ware de details en de losse elementen en het decor tot een heel nieuw beeld waarin je helemaal geen lijn meer kunt trekken van hier is iets nieuws in het beeld gebracht. Maar dat het als het ware op alle niveaus van groot tot klein tot één beeld samenkomt, samenvloeit. En dat heb ik nog niet bij andere kunstenaars of fotografen gezien.
het bijzondere aan zijn werk is dat hij een echt nieuwe manier heeft gevonden om met het medium om te gaan. Waarin zijn werk duidelijk verschilt, is dat hij eigenlijk elk detail in de foto maakt zoals hij wil. Dus waar anderen vaak een combinatie maken van een achtergrond met een paar nieuwe elementen die ze erin plaatsen, bouwt hij zijn beeld op zoals een tekenaar of een schilder eigenlijk helemaal vanuit het niets elk detail zelf moet vormgeven. Dit is een klas van 32 kinderen, net als bij ons vroeger. Wij hadden ook één zwart kindje in de klas. En ik heb hier in totaal ongeveer 12, 13 kinderen voor gefotografeerd. En daar heb ik er 32 uit samengesteld. Dus dan kan je een beetje uitrekenen hoeveel combinaties er mogelijk zijn met zoveel modellen, weet je wel. Dus je ziet voortdurend natuurlijk ogen, neuzen en monden terugkomen op allerlei plekken. Ik begin altijd met het gezicht en dan het lichaam erbij. En vervolgens dus 32 keer uiteindelijk. Ik moest ook de hele compositie nog uitvinden bij dit werk. Omdat dit de eerste was. Dus ik bedoel, in eerste instantie dacht ik van misschien ga ik een soort berg ervan maken. Weet je wel, dat het in de hoogte loopt. Maar uiteindelijk heb ik het in de breedte bepaald. En op het moment dat je dan die figuurtjes hebt allemaal. En de compositie staat in zijn geheel. Dan ga je dus heel erg kijken op de kleur. En dan verwisselen al die... Die lichamen die verwisselen van plaats voortdurend om mooiere combinaties te krijgen. Dus, en dat laatste proces, dat heeft nog het langste geduurd. Dus welk gezicht komt waar, met welke kleding precies, in het geheel. Zodat het toch nog te bevatten is, dat het toch nog op een of andere manier als een eenheid overkomt. Ik denk dat Ruud echt een vernieuwer is binnen het medium van de fotografie. Of binnen de beeldende kunst. Dat hij op een manier met fotografie omgaat zoals, voor zover ik weet, nog niemand anders op een vergelijkbare manier gedaan heeft. En in die zin is hij een soort van pionier. En zou ik hem dan willen vergelijken met andere pioniers die begonnen met geanceneerde of gemanipuleerde fotografie. En dan denk ik aan Jeff Wall of Cindy Sherman.